Mijn omtrek is ongeveer, nou weet je, laat me zitten. De omtrek is een lengtemaat. Om precies te zijn is de omtrek de totale lengte van alle zijden van een figuur. Soms moet je deze meten, andere keren moet je dit uitrekenen. Het meten van een omtrek kan met een lineaal of een geodriehoek. Bij bijvoorbeeld de omtrek van een huis zou je een rolmaat kunnen gebruiken. Het uitrekenen van een omtrek doe je door eerst te zorgen dat je de lengte van alle zijden meet en die dan bij elkaar optelt. De omtrek van een vierkant of een rechthoek, dat is redelijk makkelijk. Neem dit rechthoek van 3 bij 9 centimeter. De omtrek daarvan is dus 3 plus 9 plus 3 plus 9 is in totaal 24 centimeter. Denk eraan dat je altijd bij het getal opschrijft welke maat erbij hoort. In dit geval dus centimeter. Heb je een vierkant, dan is het nog makkelijker. Van een vierkant zijn alle zijden even lang. Dus heb je een vierkant met zijden van 7 decimeter, dan is de omtrek van het vierkant dus 4 keer 7 is 28 decimeter. Natuurlijk gaan oefeningen in het boek of opgaven of toetsen je bijna nooit vragen wat de omtrek van een rechthoek is. Nee, daar nemen ze iets moeilijkere figuren voor, zoals deze. Om hier de omtrek van uit te rekenen, moet je eerst zorgen dat je de lengte van alle zijden weet. In dit geval zijn er 2 zijdes die we nog niet weten. Eens kijken of we daarachter kunnen komen. Het hele figuur is 8 centimeter breed, want de onderkant is 7 plus nog 1 uit het hoekje. Aan de bovenkant weet ik 3 centimeter, dus moet de ontbrekende zijde nog 5 centimeter zijn. Hetzelfde kunnen we doen met de hoogte. De ontbrekende hoogte moet 2,5 zijn, want de totale hoogte is 5 en ik weet al dat de zijden die ik weet samen 2,5 zijn. Nu kan ik de omtrek berekenen. Ik kies een hoek, bijvoorbeeld linksonder, en ga vanaf daar helemaal rond de figuur tot ik weer in diezelfde hoek terechtkom. Dus 5 plus 3 plus 2,5 plus 5 plus 1,5 plus 1 plus 2 plus 7 en dan ben ik rond. De totale omtrek is dus 26 centimeter. Nogmaals, let erop dat je altijd opschrijft achter het getal of het kilometer, decimeter, centimeter of nog wat anders is. Weer bedankt voor het kijken. Vergeet niet deze video te liken en te delen. Daar worden we namelijk erg blij van. Voor meer omtrek, oppervlakte en inhoud, abonneer je op ons kanaal. Ik zeg bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.